Daily Minutes nummer 1455 met een uitzending van vandaag 30 oktober 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Bedankt voor de reacties allemaal op de bespiegelingen van gisteren. Het was wel leuk om zo te merken dat de mensen die echt iets met de uitzendingen hebben ook gewoon zijn meegegaan. Hartstikke bedankt nogmaals, het was leuk om te lezen. Vandaag is er het voorlopig laatste deel over zelfbouw, een korte deel 25 is dat. Verder is er de eerste aflevering van de serie over geheime elektronica, waarvan we vorige week deel 0 al hadden, terwijl ik in de tussentijd probeer een nieuwe serie te bekokstoven. Nog even een mededeling, vanavond om 20:30 is weer de D-Star ronde op de meeste D-Star repeaters van het land en in elk geval ook via de website van PD4 Fox Mike Juliet, pd4fmj.nl. Vandaag een kort deel 25 van de serie over zelfbouw. Deel 24 ging over filters met spoelen en over kristalfilters. In de serie over repeaters heb ik al diverse filters voor duplexwerken behandeld. Daar ga ik nu niet opnieuw op in. Een bijzondere soort filters zijn filters die met behulp van coaxkabel of met golfpijp werken. Dit soort filters zijn vaak erg eenvoudig, maar ook redelijk effectief. Engelse naam voor een dergelijk filter is een stub. Ik weet niet zeker of er een Nederlandse naam voor bestaat. Een stub voor coax bestaat vaak uit simpelweg een T-stuk tussen de kabel waarop een kwartgolf coax is aangesloten. Wordt de coax op het uiteinde opengelaten, dan werkt hij als een notch, bijvoorbeeld om een lastige sterke zender in de omgeving te onderdrukken. Sluit je hem kort, dan werkt hij als een eenvoudig bandfilter. Eenvoudig, want de bandbreedte van zo'n enkelvoudig filter is wel vrij ruim, tussen de 10 en 20% van de frequentie. Op 2 meter is dat dus tussen de 14 en de 18 MHz breed. De lengte van de kabel van de kwartgolfstub moet worden gecompenseerd met de velocity factor, oftewel de verkortingsfactor. Die kun je vinden in de specificaties van de gebruikte soort coax. Overigens kun je coax ook als impedantietransformator gebruiken. Als je bijvoorbeeld twee antennes parallel wilt schakelen met een T-stuk, dan resulteert dat bij twee 50 ohm antennes, dat wil zeggen twee impedanties van 50 ohm parallel, in een gezamenlijke impedantie van 25 ohm. Dat is dus een SWR van M2. Met aan twee kanten van het T-stuk een kwartgolf coax van 75 ohm, kun je die antennes echter van 50 naar 100 ohm transformeren, zodat er niet 2 keer 50 ohm, maar 2 keer 100 ohm parallel geschakeld wordt. En dat levert weer een keurige impedantie op van 50 ohm. Ook hier moet voor de aanpasstukjes van 75 ohm weer rekening gehouden worden met de verkortingsfactor van de gebruikte coax. Gisteren was onbedoeld eigenlijk al de nulde aflevering van de serie over spionageapparatuur. Vandaag in deel 1 de inleiding tot deze serie. De serie sluit naadloos aan bij de serie over U-boten, waar ik waarschijnlijk later nog mee verder ga. Zo goed als zeker ga ik me bij de serie over spionage-elektronica concentreren op drie verschillende terreinen. De eerste categorie, de privédetectors. De tweede categorie is die van de inlichtingendiensten. En de derde, die van bedrijfsspionage. Die laatste heeft heel veel raakvlakken met het werk van de privédetectors. Ik maak verder meestal geen onderscheid tussen militaire en niet-militaire inlichtingendiensten. Het gaat tenslotte over de elektronica. Bij de inlichtingendiensten zal het vaker dan bij de twee andere categorieën gaan over de situatie in het verleden en de spionagediensten in voormalig Oost-Europa, met name de Stasi in Oost-Duitsland, omdat over de werkwijze en de gebruikte middelen van die diensten het meest bekend is. De eerste categorie is die van de privédetectors. Gek is dat deze mensen in het Nederlands een Engelse naam hebben, maar dat woord in Engelse taal niet erg vaak gebruikt wordt. Daar wordt private investigator gezegd, of in de VS PI. Ze worden soms ook aangeduid met private eye of inquiry agent. Alternatieve namen in het Nederlands zijn particuliere rechercheur of particuliere onderzoeker. Bij Wikipedia staat dat het iemand is die gegevens vergaart en analyseert, veelal ten behoeve van het voorkomen van een onrechtmatige daad of een misdrijf. De praktijk is echter dat het vrij vaak gaat om zaken rond echtscheidingen en het bewijs vergaren voor vermoedens van een buitenechtelijke relatie. Detectives worden daarnaast ingezet voor het opsporen van vermiste personen, vaak in gevallen waarin de politie vermoedt dat iemand vrijwillig zoek is of het politieonderzoek niets oplevert. Soms ook worden detectivebureaus ingezet voor antecedentenonderzoek bij sollicitaties en ze spelen soms een prominente rol in tv-programma's die misdaden proberen op te lossen. Veel van het werk bestaat de laatste jaren in toenemende mate uit werk voor verzekeringsbedrijven. Het gaat dan vaak om het vermoeden van een onterechte claim. Privédetectors zijn redelijk vaak ex-politiemensen, al dan niet vanwege pensionering uitgetreden bij het korps. Het werk van privédetectors is tegenwoordig geregeld in de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Voor het werk als privédetective is het verplicht om een vergunning te hebben hiervoor van de minister van Justitie. Spionage is een enigszins beladen term. Bij spionage denk je ook vaak over spionageromans,
Meestal wordt gesproken over inlichtingen. Met inlichtingendiensten wordt gewoonlijk de organisaties aangeduid die de meeste landen hebben. Organisaties waarvan veel geheim moet blijven, die tegenwoordig niet te min vaak wel aan PR doen. En organisaties ook die zich niet noodzakelijkerwijs aan de wetten en regels houden die in het land waarin ze werken gelden. Dat laatste levert risico's op. Spionnen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de diensten hebben in zo'n geval wel een troef in handen. Ze zijn nu zelf weliswaar betrapt. Ze weten echter dat vrijwel ieder land wel aan dit soort wetsovertredingen doet. En een land dat een ander land beschuldigt, moet wel oppassen dat de bal niet teruggekaatst wordt, waardoor er een diplomatieke rel zou kunnen ontstaan. Vaak is de beschuldigende kant zelf ook wel eens betrapt op het zich niet aan wet en regelgeving houden. En soms houd je dat maar liever stil, terwijl je weet dat de andere kant dat ook weet. Bij privédetectives zou je verwachten dat ze zich aan de regels houden, wat overigens niet altijd het geval is. Wel kunnen de bureaus en bureautjes meer dan wat de politie kan. De politie moet verantwoording afleggen, is het niet aan de burger dan wel aan de politiek of aan accountancy. En de detectivebureaus hebben heel veel minder van dat soort strings attached. Vandaar dat ze puur en alleen om die reden ook wel eens worden ingeschakeld in plaats van de politie. Bij zowel de inlichtingendiensten van landen als bij bedrijfsspionage bevindt zich dat werk veel meer dan bij de privédetectives in de schaduwzone. Dat heeft ook heel duidelijke consequenties voor de gebruikte elektronica. Het inlichtingen vergaren door inlichtingendiensten gebeurt echter ook het liefst legaal, mede omdat dat zonder risico's is voor de medewerkers en ook voor de politiek, waar zo'n organisatie, al schuurt dat wel eens, toch ondergeschikt aan is. Het werk van inlichtingendiensten is, zoals ik eerder al aankaartte, wel eens saai. Soorten van inlichtingen zijn bijvoorbeeld het vergaren van inlichtingen uit openbare bronnen, bijvoorbeeld kranten, boeken, internet. Veel zaken zijn gewoon beschikbaar. Daarnaast heb je human intelligence, dat kan zijn door spionnen, dus bijvoorbeeld door afluisteren, maar veel vaker wordt gewoon aan mensen iets gevraagd. Of wordt iemand die vermoedelijk bepaalde informatie heeft, als dat kan omdat hij bijvoorbeeld gevangen zit of ergens van verdacht wordt, door inlichtingenmensen of politie verhoord. Een andere categorie is het vergaren van informatie uit elektronische signalen. Dat is waar de veel bediscussieerde Nederlandse wet over gaat, waar de komende tijd vermoedelijk nog veel over te doen zal zijn. Aan die wet zal ik verder geen aandacht besteden. Weer een andere categorie is inlichtingen vergaren uit beeldmateriaal. Daarbij gaat het gewoonlijk over luchtfoto's en satellietbeelden. Verder wordt er ook veelvuldig gesteund op inlichtingen van verwante diensten in het buitenland. Dat kan zijn met diensten uit vriendschappelijke landen, maar zelfs met diensten van de zogenaamde tegenstander, bijvoorbeeld in de vorm van ruil van gegevens. Het belang is dan aan beide kanten om betrouwbare gegevens te leveren, zodat men de volgende keer zelf ook weer betrouwbare gegevens krijgt. Maar hier schuilt wel een risico van manipulatie. Daarnaast zijn er onder andere nog categorieën van het verzamelen van medische gegevens, van financiële gegevens, van reisgegevens en een intussen niet meer zo kleine categorie van het winnen van informatie uit sociale media. Deze serie zal zich echter, nadat vandaag dit kader is geschetst, voor het overgrote deel zich concentreren op elektronica en met name communicatie-elektronica, zoals die bij dit soort activiteiten worden gebruikt. De zaterdagse Daily Minutes-uitzending is gewoonlijk in het Engels. Vandaag beginnen we echter in het Nederlands met het grote nieuws van vandaag, namelijk de oprichting van een nieuwe amateurvereniging in ons land. Verbaasd? Ja, dat was ik ook. Vandaar dat de Daily Minutes meteen bovenop dit nieuws gesprongen is. De nieuwe vereniging wilde niet met ons praten, maar ze wilde wel wat ze noemen een zogenaamd promotioneel bericht in onze uitzending hebben. Het aantal luisteraars naar de Daily Minutes was kennelijk toch te interessant voor de nieuwe club om links te laten liggen. Nou, vooruit dan maar. Hier komt-ie. Ja, Wokka Wokka staat volop in de schijnwerpers. Wokka Wokka gaat op de maatschappelijke tour. Wokka Wokka begint een nieuwe amateurvereniging. Wokka Wokka heeft een aantal ideeën uit de recente politiek bij elkaar gepakt en een aantal mensen uit de reclamewereld als adviseur gevraagd. En het kan haast niet anders dan dat dit plan een groot succes wordt. Doelstelling van de nieuwe amateurvereniging is om iedereen te verenigen. Ja, het woord verenigen zegt dat natuurlijk ook al. De nieuwe vereniging krijgt meerdere speerpunten als doelstelling. De belangrijkste doelstelling is dat de repeaters moeten worden schoongeveegd. Weg met het uitschot van onze maatschappij dat onze mooie repeaters onveilig maakt, die met veel inzet en geld door de amateurs zelf tot stand zijn gebracht. De nieuwe amateurvereniging gaat met de politiek praten over oplossingen voor het probleem. Er moet maar een budget komen waar de acties tegen deze veestapel uit betaald worden. De nieuwe Wokka Wokka-vereniging gaat zich verder inzetten voor meer mogelijkheden voor de gelicentieerde amateurs. Allereerst moet de vergunning terugkomen. De Nederlandse examens die zijn verder niet voor niets zo moeilijk. Daar mag best iets extra's tegenover staan. Wij willen, vooruitlopend op de afschaffing van de FM-band, dat met ingang van 2020 88 tot en met 98 megahertz in Nederland een amateurband wordt.
Tevens willen we dat de amateurs in overleg met de auteursrechtenorganisaties op die frequenties muziek mogen uitzenden. Wokka Wokka heeft eerst overwogen om 98 tot 108 als frequentiegebied hiervoor te eisen, maar dat ligt veel te dicht bij de luchtvaartband. Laat ze dat maar houden. Ze gaan binnen een jaar of twee daarna toch allemaal naar DAB+. Dit is nog maar een deel van de plannen van de nieuwe Wokka Wokka Amateurvereniging. Als laatste van dit korte overzicht wil de nieuwe Wokka Wokka Amateurvereniging nog wel kwijt op welke doelgroep van amateurs wij ons vooral richten. Dat is volgens onderzoek dat we door Maurice de Hondwerknemer André de Geit hebben laten uitvoeren tevens de overgrote meerderheid van de amateurs. Dat zijn namelijk de amateurs die een grote hekel hebben aan de Veron, aan de VSSA of aan Dekars. En daarnaast de amateurs die een broertje dood hebben aan Agentschap Telecom. Wij horen in de aanloop naar de oprichting van onze vereniging dat er zeer veel amateurs een bloedhekel hebben aan al deze organisaties. Nou, daar gaat Wokka Wokka dus wat aan doen. Geen woorden, maar daden, zouden we willen zeggen. Kijk binnenkort op de bekende URL van de webwinkel van de wetenschappers van Wokka Wokka. Dan kun je binnenkort meer nieuws lezen over de oprichting van de nieuwe amateurvereniging. Stuur in aanloop van de oprichting alvast, als je wilt, je mening naar het mailadres van Wokka Wokka. Dat is wokkawokka@accessforall.nl. Zonder spaties, zonder streepjes, wokkawokka@accessforall.nl. Je kunt je overigens ook alvast als lid aanmelden. Uit het bovenstaande onderzoek van Maurice de Hondwerknemer André de Geit blijkt zelfs dat de meerderheid van de zendamateurs ontevreden is. Dat zou betekenen dat de Wokka Wokka vereniging in één klap ook de grootste amateurvereniging zou zijn. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.